Hey hallo, wat leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe review van Randy's Bierblog. Weet ik veel hoeveelste aflevering. Staat onder het filmpje, by the way. Maar we gaan weer een biertje doen van Jopen. Want sinds kort, een maandje of wat, anderhalve maand, staat opeens deze Cross Heavy Cross. Oké, alleen maar Heavy. Ja, er staat hier Cross Heavy. Maar goed, het is Heavy Cross Triple IPA. Komt met 10%. Ik weet al dat hij goed is. Dus dat is een beetje een spoiler alert. Maar ik wil hem toch heel graag reviewen. Dus ja, als je wil weten of hij goed is en dat is de enige reden dat je de review kijkt, dan kan je nu stoppen. Maar kijk even door. Want dan weet je ook hoe hij smaakt. En hoe hij ruikt. En wat de ervaring is. En hoe ik me erbij voel. Dat lijkt me toch echt wel heel interessant. Al zeg ik het zelf. We gaan hem niet verder lullen. We gaan hem drinken. We gaan hem reviewen. En ik denk wel dat hij een redelijk hoog cijfer krijgt. Maar ik vertel je niet wat. Nou, een lekker zonnetje vandaag. Op dit moment dat ik hem opneem. Het is niet... Kan net? Ja, daar ging ik er bijna overheen. Lekker zonnetje, maar het is helaas nog wel maar hoeveel graden snel? 14, 15 graden buiten. Het is nog niet echt hier van het. Het is een late lente, zullen we maar zeggen. Drie vingertjes schuim. Mooie blonde kleur. Valt niks om aan te merken. Ziet er eigenlijk al yummy uit. En de aroma's zijn. Super fruitig. Wat het meest in de neus naar boven komt. Is ananas. Het is echt. Hij is bomvol ananas. En dat vind ik niet alleen ik. Een vriend van mij heeft deze ook gedronken. En ik heb niet gezegd wat ik ervan vond. En die zei het ook. Dus het is echt wel. Ja, het is niet op mijn fantasie te kijken. Het is echt ananas. Ja, en wat kruidigs ook hoor. Maar echt. Als je dit zo ruikt, is het net of je aan een blikje ananas ruikt. Dus als je van ananas houdt. Ja, is de moeite waard. Maar we hebben nog niet geproefd. Cheerio. In de smaak ook heerlijk fruitig. Ja, echt wat ik al zei. Op de voorgrond ligt ananas. Misschien een tikkeltje. Perzik. Mango zelfs. Maar vooral die ananas. En een hele fijne, bittere nasmaak. Die dan weer een beetje de kruidige kant op gaat juist. Maar hij is wel echt wel heel mooi in balans. Het gevaarlijke aan het bier is. En die ga je waarschijnlijk al raden. 10% proef je niet. Merk je niet. Hij drinkt echt te makkelijk weg. Het is echt een... En nou ja, een perfect zomersbier zou je willen zeggen als het percentage wat lager lag of dat je er lang mee doet. Maar als je deze in de zon drinkt, dan wordt hij wel heel snel warm en dat is dan weer het nadeel. Dus ja, maar goed, hij is goed. Hele fijne bittere nasmaak, ja. Nou, met die tweede slok nog meer zelfs. Hij blijft lekker lang hangen. In je mond, maar ook in je keel. Maar dit bier prikkelt echt de tong. Deze IPA prikkelt echt de tong. Koolzuur is mooi in balans ook. Het is niet te veel, het is niet te weinig. Het is eigenlijk gewoon, ik zou willen zeggen, perfect. Heb ik ooit een tegenvallend bier van Jopen gehad? Ik denk het niet. Jopen is best wel... die kan je eigenlijk gewoon, in mijn opinie, althans best wel blindelings kopen. Misschien dat er wel minder bier tussen zit. Dat je denkt van, nou, dit is niet zo heel bijzonder. Maar ik denk niet dat je gaat zeggen van, nou, dit is echt smerig. Of wat is dit? Of, nou ja, tenminste als je ervoor in de stemming bent. Want ik heb ook eens iemand gesproken die nam een geuze. En die ging klagen dat die zuur was. Ja, want dat wist hij niet. Dan denk ik van, ja, maar dan kraak je het bier af. Terwijl het bier zuur hoort te zijn. Wat vinden jullie er eigenlijk van? Ik bedoel, ik vind dat heel vreemd, maar dat ben ik. En als je van tevoren, als je een IPA gaat proeven, dan ga je hem ook niet de grond in douwen, omdat hij bitter is. Ja. Hallo. Of een wijts, omdat hij naar banaan smaakt. Het zijn allemaal van die dingen.
Waar de zon gewoon opeens stopt met schijnen. Ja, klote wolk. Want precies als ik ga opnemen ook echt. Maar ik heb eigenlijk wel verteld wat ik wil vertellen over dit bier. Omdat ik hem al best wel vaak gedronken heb. Maar hij is echt super lekker. En ik blijf hem ook kopen. Ik hoop dat hij bij jou ook in de Albert Heijn staat. Of bij de Jumbo. Ik heb hem van de Albert Heijn. Laat me zeker weten wat je ervan vindt als je hem gehad hebt. Maar eerst gaan we natuurlijk door naar het eindcijfer. Hallo zon. Ik geef deze triple IPA Heavy Cross van Jopen een 8,5 op een schaal van 10. Voor mij wel. Ik zeg al, ik blijf hem lekker vinden. Hij blijft verrassen iedere keer als ik hem weer drink. Ik hoop echt dat hij blijft staan bij de Albert Heijn. Want het is wel vaker, als ze dan een keer een lekker bier hebben, dat hij er dan opeens niet meer staat. Dat is echt zo jammer. Why? Waarom haal je het dan weg? Een seizoensbier, nee, dat is niet echt. Nee, niet echt. Dat kan je het hele jaar doordrinken. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Ben ik nog te zien? Ja, sorry folks, maar meestal heb ik licht van huis uit, maar nu is het licht zoals de goden het hebben geregeld. En op dit moment doen ze dat niet zo heel erg goed. Maar ja, ze kijken ook niet kwalijk mee. Misschien hebben ze een biertje te veel op, weet jij het. Tot de volgende keer. Als je nog geen abonnee bent, what the fuck let je, doe het gewoon. Gezellig, kom erbij en een duimpje omhoog. Very appreciated. Maar dat weet je denk ik inmiddels wel als je een trouwe kijker bent. Tot de volgende keer. Cheers op de gezondheid. En het leven is veel te kort om slecht bier te drinken. Geniet. Maar drink met mate? Nou, dat doe ik zelf ook niet altijd. Maar kijk maar wat je ermee doet. Als je mag het niet. Proost. Tot de volgende. Komt goed.